Welkom aan boord van de BYD Dolphin. Een auto die de afgelopen week is getest voor de EV-duurtest van kieskeurig door... Helena Grotenboer. En hoe is het gegaan? Ja, ik vond het een lekkere auto. Ik heb lekker mee gereden. Dus, ja. Hoeveel kilometers ongeveer? Op dit moment zo'n 180, 200 ongeveer. En je hebt de auto voornamelijk gebruikt voor... Voor woon-werkverkeer naar cliënten en even een goede rit gewoon om de auto te leren kennen. Oké. En om even te gaan kijken vanuit welk perspectief je de auto benadert. Welke auto heb je zelf in bezit? Ik heb zelf ook een elektrische auto, een Renault Zoe. Een beetje qua maat, niet qua lengte, maar wel qua binnenmaat dezelfde soort auto. Mm-hmm. En dat is best wel fijn om te kunnen vergelijken. Dus, het vergelijk te kunnen maken. En de rest van het interieur... Zitcomfort, opbergruimte en dat soort dingen. Een heerlijke ruime stoel, vind ik. Ja. Ook voor de wat brederen onder ons. En de auto op zich voelt ruim aan. Het middenconsole vind ik op zich fijn. Je moet even wennen welke hoogte die zit. Mm-hmm. Er kan heel veel in opgeborgen worden. Je hebt heel veel ruimtes in de middenconsole, maar ook goed handschoenenvakje. De achterruimte is heerlijk, er kan heel wat in. Mm-hmm. Je kan hem ook nog even iets verdiepen als je dat wilt. Dus ja, de kofferbak hebben we het nu over. Ja. Ja, precies. Dus je haalt niet op een andere manier ruimte weg. Nee, exact. Dus het interieur ziet er goed verzorgd uit. Het is niet als goedkoop plastic of zo. Het is echt... Dat is best mooi. Ja, het ziet er mooi luxe uit. Ja. Hoe heb je de auto opgeladen de afgelopen week? Aan de openbare laadpaal. Ja. Want wij wonen in een gewoon rijtjeshuis met een stoep. Dus daar mag je nog geen eigen paal aan zetten. Maar dat gaat echt simpel. Een mooie plek voorin. Ik kan ook, als het moet, snel laden. Dat is, die kabel zit er ook gewoon bij. Maar een gewone laadpaal in de openbare ruimte. Ja, en dat ben je ook gewend, denk ik ook, vanuit de Zoe. Ja, in mijn eigen auto heb ik dat net zo, inderdaad. Want om heel eventjes een beeld te krijgen, zonder verder in de details te gaan. Je hebt het over cliënten, dus ik denk niet dat er sprake is van een vaste werkplek. Of... Nee, er is geen vaste werkplek. Dus er wordt altijd thuis geladen? Ja. Ja, oké. Okay. Of in de buurt van mijn klanten. Ja, precies. Ja. En hoeveel kilometer per jaar rijd je ongeveer? Ik rijd op dit moment zo'n 15.000 kilometer per jaar. 15.000 per jaar, oké. Okay. Ik heb hier nu twee keer mee getankt, mee geladen. Ja. Het is nog steeds tanken. Je moet natuurlijk wel even aan de tijd denken. Oké, dus dat is allemaal wel goed bevallen. Snel laden heb je er niet mee gedaan? Heb ik niet mee gedaan. Nee, die staat niet dicht genoeg mee in de buurt om hem nodig te hebben. Precies. En hij was ook niet nodig. Dus dan, Nee, je komt er gewoon ruim mee toe. Ja. Ja, oké. Okay. Wat vond je van het rijden, het geluidscomfort ook bijvoorbeeld, als je wat harder rijdt, het veercomfort van de auto? De auto voelt als een stevige auto. Dus niet als een dingetje die je weg kan gooien. Dus je hebt echt even wel een auto onder je billen, zoals we dat wel zeggen. Wat ik heel prettig vind. Maar hij rijdt heel soepel. En in de stad rijdt hij gewoon lekker. Parkeren gaat makkelijk, omdat je rondom zicht hebt. Ook een zaligheid. Ja, die 360 graden camerafunctie heb je het nou over. Hè? Echt dat, fantastisch. Een goede waarschuwing ook met je dode hoekspiegel. Waarschuwingen dat je dat in de gaten hebt, dat er iemand bij je komt. En ook bijvoorbeeld de adaptieve cruise control, heb je die gebruikt? Ja. Oké, okay, vond je daarvan? Soms is dat natuurlijk vervelend. Als je zelf even wil doorzitten en je weet dat het eigenlijk wel kan. En er zit net een auto net een beetje tussen je. Dan, maar dat is met alle auto's zo. Ja, dan gaat hij afremmen. Ja. Maar het geeft natuurlijk wel weer een extra gevoel van veiligheid. Ja, precies. Als we twee punten moeten pakken. Een positieve kant en een negatieve kant van de Dolphin. Wat zou je dan uit willen lichten? Beginnen we met het negatieve om af te sluiten met iets positiefs. Ja, dat is een leuke. ik moet heel erg hard nadenken over het negatieve. Ja, door al die veiligheidssystemen dat hij toch wel eens te snel, zeg maar, reageert. Ja. Van joh, terwijl je zelf weet dat je goed auto rijden kunt. Ja, precies. Dus dat de bemoeienis soms vanuit de systemen, dat mag wel wat milder. Al kunnen we de helft ervan dan nog wel uitschakelen. Nog wel uitstellen. Precies. Klopt. En de positieve? Een heerlijk ruime auto die doet wat je zegt, in de meeste gevallen. Flink wat kofferbakruimte ook. Mm-hmm. Heerlijk dat alles bijna aan te passen. Op je schermen ook. Je stuur is in hoogte te verstellen. Je stoel is elektrisch. Nou, Helena, hartstikke bedankt. Bedankt voor je feedback over de Dolphin. Ik hoop dat je ervan hebt
genoten de afgelopen week? Ik heb er zeker van genoten, ja. Mijn lease is bijna op inderdaad, dus dan mag ik weer gaan kijken. En ik denk wel dat het een contender is. In ieder geval wel leuk om te horen dat hij zo goed is bevallen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Naast mij weer een van de testers die afgelopen week met deze Dolphin heeft gereden. En dat is in dit geval... Pim Kluit. Pim, welkom. Welkom in de auto die je deze week nog steeds rijdt. We zitten nu ongeveer een beetje tegen het einde van de testperiode, als ik het goed heb. Ja, dinsdag. Wat heb je de afgelopen week qua kilometers gedaan en gereden met de Dolphin? En hoe heb je hem gebruikt? Nou, ik heb hem voornamelijk voor woon-werk gebruikt. En woon-werk is dan regelmatig naar Utrecht op en neer. Dus, je woont in Helmond. Dus dat mag benadrukken. Het is wel een kilometertje of? De afstand, enkele reis is 100 kilometer. Ja, dat is nog best wel een stuk dus. Ja, best wel. Zeker. Heb je enig idee hoeveel je met de auto hebt gereden? Ja, 700 denk ik. Ja. 700 kilometer, oké. Nou, ik zag een gemiddeld verbruik van 18,5 kilowattuur op 100 kilometer. Ja. Dus dat is met deze accu een range van ongeveer 350 kilometer, als ik het goed heb dan, op een volle acculading. Ja, ik heb nog geen volle acculading gehad. En ik heb al een keer rond de 350 gezeten. Dus precies. Ik denk dat je meer aan zou kunnen moeten. Ik denk net boven de 400. Hoe heb je de auto opgeladen de afgelopen week? Op openbare laadpalen uiteraard. Mm-hmm. Gewoon op elke locatie waar ik kwam of parkeerde en er was een laadpaal, heb ik hem opgeladen. Dus ik heb hem in een verkeergarage gezet. Snel geladen met de auto? Nee, nog niet. Nee, okay. Dat ik maar dinsdag dus hem terug ga brengen. Goed, wat vond je van de Dolphin in het algemeen? Bijvoorbeeld laten we eens kijken naar het interieur. Het zit comfort, noviteit in het interieur, ruimte. Ja, de ruimte binnen, dus de zitruimte en zo, ook op de achterbank. En ik ben vrij lang, ik ben 1,93 meter, dus ik heb vrij lange benen ook. Dan is die gewoon ruimte noemen, want mijn zoon is net zo lang en die kan, als ik voor zit, zeg maar, kan die achter mij gewoon zitten met zijn knieën recht. Dus een hele sterke eigenschap. Ja, vind ik wel. Beter ook dan een Niro? Nee, hetzelfde. Oké. Maar gaat hier bij deze ten koste van de kofferruimte achter. Ja. Want die vind ik wel echt heel klein, zeg maar. Oké, te klein? Zou het een dealbreaker zijn? Ja, voor een dagelijks gebruik niet. Maar als je een keer de plannen hebt om op vakantie te gaan, wordt die denk ik echt krap. Maar het zitcomfort en zo in de auto vind ik prima. De stoelen zijn elektrisch verstelbaar, dat vind ik heerlijk. Dat mis ik in mijn Kia. Ja. En zijn echt naar de gewenste positie in te stellen, die stoelen. Dus dat is geen enkel probleem. Oké, dus dat is wel de rugleuning goed geprofileerd, zit vlak lang voldoende. Want ik vind je lange benen ook nog waarschijnlijk. Ja, ik hou sowieso niet van lange zitgedeeltes op de stoel. Dus, En verstelbaarheid van het stuurwiel, dat soort zaken ook allemaal? Goed, ook voor mijn lengte, zeg maar. Dus prima. En wat vond je verder bijvoorbeeld van geluidsisolatie en dat soort zaken? Nou, ik vind hem... rustig, maar behalve met behoorlijke wind, dan is hij wel heel zijwind gehoorig, zo moet ik het zeggen. Zijwind, precies. Staatpoort is, maar... Dus hij is over het algemeen wel stil, maar dan bepaalde hoek misschien of zo met de wind dat dan net even iets te veel doordringt. Dan krijg je er wel last van. Oké. Waar we niet omheen kunnen in alle BYD-modellen, het grote multimeter navigatiesysteem. Ja, super. Alleen ik vind het bij hoge belichting in combinatie met de lampen aan, vind ik het moeilijk leesbaar. Als je aan het rijden bent, vind ik, moet je naar de scherm kunnen kijken en in één keer zien wat je wil zien. En de 360 graden camera, vond je die handig? Ja. Nou, heel mooi vind ik als je achteruit rijdt, dan zie je de auto ook van de bovenkant geprojecteerd op het oppervlakte waar die is. Dus ik weet niet of er een Chinese satelliet... Nee, dat niet. Nee, dat doet hij met al die camera's rondom en dan weet hij een soort van... in principe met AI, met een paar instellingen, weet hij daar een beeld mee te creëren. Ja, en dan zit er standaard op. Ja, projecteert hij dan die auto op. Mooi gezegd. Maar wat ik echt mis in deze auto is One Pedal Drive. Wat vond je van de rij-eigenschappen van de Dolphin? Ja, rij-eigenschappen die zijn goed. Ook een hele relaxte auto, zeg maar. Hè. Dus de vering is ook op comfort ingesteld, dat kun je gewoon zien. Ja. Waar die moeite mee heeft, is drempels. Dus zeker bij deze kleine, waar we nou ook dan heeft hij de neiging los te komen van de grond, lijkt het wel. Ja, dus dan mag je wel iets straffer rijden dan uiteindelijk. Ja, mij wel. Maar voor de verder rest echt gewoon een heel comfortabele auto.
Hoe heb je de veiligheidssystemen verder ervaren? Adaptieve cruise control gebruikt bijvoorbeeld? Ja, ik heb alles gebruikt. Nou, wat hij heel goed doet, vind ik, ten opzichte van mijn Kia. Mijn Kia, als ik de adaptieve cruise control aan heb en ik kom in de buurt van een voorganger, zeg maar, dan remt hij heel abrupt af. En deze doet dat heel geleidelijk. Dus dat vind ik echt heerlijk, zoals die auto daarop is ingesteld. Ja. Hij doet dat wel op een hele grote afstand. Ik heb nog niet ontdekt of ik die afstand kan instellen. Want ja, dat kunnen we met deze twee schakelaars doen. Oh, Ja. Nou, dan is echt veel beter dan die Kia voor mij. Wat vervelend vind is, als ik, je kan richting aangeven als je van baan verandert. Ja. Door kort even aan te tikken, dan doet hij 3 keer geeft hij richting aan. Ja. En dan stopt hij. Ja. En als je dan nog niet over de lijn bent, dan stuurt hij terug. Wat vind je erg goed aan de Dolphin en waarvan zeg je van jou, dat zou BYD echt wel even moeten veranderen. En dat is echt wel een stukje feedback. Dus een positief en een negatief. Ja, nou, dat echt wel goed, hè, vind ik gewoon dat het een middenklasse auto is, denk ik. Hè. Ja. Een goede elektrische middenklasse auto met een heel redelijk bereik. En dan aan de negatieve kant echt het one-pedal drive ontbreken, ja, vind ik echt vervelend. En de bagageruimte eigenlijk. Ja, dus bagageruimte en het ontbreken van one-pedal drive. Ja, precies. Nou goed, Pim, hartstikke bedankt voor je feedback. Ja. Ik hoop dat je er zelf iets aan hebt gehad. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen, moet ik zeggen. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja. Dan gaan we dit allemaal meenemen in het EV duurtestrapport. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Doei. Ja, hoi.